Na deze verschrikkelijke terreurdaden hebben wij met als moskee met elkaar overleg gevoerd. En eigenlijk was gelijk al het sentiment dat wij dit zo snel mogelijk ondubbelzinnig willen afkeuren. Ondubbelzinnig, geen gemaar erbij, want de impact van deze aanslagen waren zo groot dat wij er rillingen van kregen. Dit soort afschuw willen we niet meer meemaken, ook in onze gebieden niet, in onze samenleving niet, in onze moskee niet. Dit soort daden komen niet bij ons terug. Wij hopen dat we dus hier, wat wij eerder ook allemaal meegemaakt hebben, met vrede en met de rust door kunnen gaan. Ik ben ongelooflijk dankbaar dat Spior met 66 aangesloten organisaties en al deze fijne mensen vanavond de tijd hebben genomen om met ons te spreken over wat zij zelf waarnemen in hun eigen moskee, in hun eigen gemeenschappen. Dat is een goed teken dat ze zo snel op deze manier het initiatief ook oppakken. Er is gesproken over de zorgen. Er is mij niet gebleken dat er een reden is om nou heel concreet angst te hebben over aanslagen of iets van die aard. Dat is ook bij de politie en bij mij als burgemeester ook niet de informatie waar we over beschikken. Maar we zijn niet naïef. Het is ook gebleken dat je niet naïef kunt zijn. We zijn alert, we zijn scherp. De moskeebestuurders kijken goed uit. De vrijwilligers kijken hun goed uit. Hun camerasystemen worden goed ingeschakeld. Maar er is geen enkele reden om nu elkaar angst aan te praten, want dat gaan wij niet doen. Wat ik ook heel belangrijk vind is dat er initiatieven gaande zijn om met elkaar in de moskeeën dingen te doen. Dat misschien de imams met elkaar op een bepaalde dag, misschien de komende week, misschien een week later, aandacht besteden aan dit soort fenomenen. Er wordt ook gekeken naar de mogelijkheden om samen op één dag ook de moskee open te zetten voor de buurt. Ook een goed initiatief. En sneller is toch het initiatief om te kijken of er aanstaande maandag voor de grote moskee, Salah Moskee, op het Vredesplein, of daar s'avonds een manifestatie zou kunnen plaatsvinden. Er is een goede kans op dat er een vrij grote massale demonstratie, staande demonstratie door allen wordt georganiseerd, waar iedereen bij betrokken zal zijn, om op die manier aan de buitenwereld aan te geven waar wij staan.